Leuk dat je kijkt naar Politiek in Beeld. We spreken vandaag met de fractievoorzitter van Lokaal Wassenaar. Zijn naam is Fred Wijn. Fred, jij bent fractievoorzitter van Lokaal Wassenaar. Wat houdt dat allemaal in? Fractievoorzitter is degene die zeg maar sturing geeft aan de fractie. De fractie van Lokaal Wassenaar bestaat uit 2 raadsleden naast mijzelf en 1 commissielid. En daarnaast vertegenwoordig je Lokaal Wassenaar eigenlijk ook als eerste in het overleg met de wethouders en met de coalitiepartners. En waar staat Lokaal Wassenaar voor? Lokaal Wassenaar staat voor een goed beleid gericht op Wassenaar, het belang van Wassenaar. Ik denk dat lokaal daarin ook anders is, of toegevoegde waarde heeft, kan ik beter zeggen. Want wij zijn een partij die alleen het belang van Wassenaar hoeft te dienen, zeg maar. Wij hoeven niet aan rekening te houden met regionale of andere belangen, landelijke belangen. Wij zijn Wassenaarders, wij komen op voor Wassenaar, wij wonen in Wassenaar. Dus wij kunnen echt dat specifieke lokaal toevoegen. Lokaal Wassenaar en veiligheid, wat doen jullie daar allemaal voor? Nou, veiligheid is natuurlijk wel een belangrijk dossier, maar ik denk dat we in Wassenaar relatief veilig kunnen wonen. Ons grootste probleem is denk ik de ongemakken, zonder dat te onderschatten bij woninginbraken. En ja, toch zeker in deze tijd waarin de jeugd beperkt is, dat er toch ook overlast kan zijn van geluid en restval, afval bij jongeren die in parken zitten, omdat ze nergens anders naartoe kunnen. Jouw achtergrond is financieel. Hoe staat het met de financiën van Wassenaar? De financiën staan er relatief goed voor. Het is, ik refereer nog even aan het dossier van de zorg, maar het is natuurlijk elk jaar moeilijk om te zorgen dat je een gebalanceerd budget krijgt. Corona zal daar ook niet bij helpen. De middelen zijn beperkt voor de gemeente om inkomsten te genereren. Dat is met name de onroerend zaakbelasting. En hoewel die landelijk, vanuit de landelijke overheid gezien, zitten wij niet op het maximum, ervaren de meeste inwoners gezien de huizenprijzen dat we wel een redelijke onroerend zaakbelasting betalen. En wat is jullie website? Lokaalwassenaar.nl. En dan zou je kunnen zeggen, wees loyaal, stem lokaal.